In deze video een nieuw verdacht lijstje van namen. De verwachte Belg is bekend en de bron die bijna alles weet laat een foto zien van tijdens de opnames van het nieuwe seizoen. Hey alle, het is weer even geleden, maar we zijn natuurlijk weer terug met wat nieuwe Wie is de Mol informatie. Voordat we beginnen wil ik jullie eraan herinneren dat het handig is om de vorige twee informatievideo's te kijken, zodat je op de hoogte bent van wat ik in de video zou zeggen. En die video's zijn te vinden in het i'tje boven in deze video. Goed, een nieuw verdacht lijstje van potentiële namen van kandidaten uit aankomend seizoen. Op het wieisdemol.com forum is er namelijk afgelopen week een post uitgebracht van gebruiker WS4041. Deze gebruiker heeft een lijstje opgesteld met de volgende namen: Anna Gimbrere, Elise Schaap, Irene Wust, Jané Jacquet, Jeroen Stomphorst, Jeroen Spitsenberger, Jip van den Toorn, Miguel Wiels, Soor en Saumaya Ahawi. Wat mij erg opvalt is dat er in dit lijstje dan in één seizoen twee kandidaten zitten die Jeroen heten. Wat mij persoonlijk best wel vaag lijkt. En dit zorgt natuurlijk ook wel voor verwarring voor het publiek. Want ja, Jeroen 1 en Jeroen 2, hoe ga je die noemen? Moet je dan de hele achternaam erbij opschrijven? Wordt een beetje moeilijk. Veel forumleden reageren ook op dit lijstje. Zo geeft Bodejos aan dat de poster van het lijstje van de namen akelig nauwkeurig wist aan te geven wie de kandidaten van Expeditie Robinson en de Verraders waren. Dus het kan zomaar zijn dat de bron van deze post daadwerkelijk goed kan zijn. Verder vindt Enigma, net zoals ik, dat twee Jeroenen in één seizoen een grote verwarring met zich meebrengen. Ook bijvoorbeeld in de test, dan moet je ineens alle achternamen in de test op gaan schrijven. Ook zijn er ook nog leden die het vreemd vinden dat Tooske Ragels uit het verdachte lijstje is gehaald. Wat uiteraard zeer terecht is, aangezien Sandmol dit 99% zeker had bevestigd in een eerdere post op het wieisdemol.com forum. En de deelname is bij Tooske heel makkelijk te leiden naar haar vriendinnenvakantie. Goed, er waren ook al verwachtingen van bekende Belgen als potentieel kandidaten. Maar dit lijkt nu een beetje opgelost te zijn. Het gaat namelijk om de naam van Miguel Wiels. Hij is componist, producent en artiest en ook best wel bekend in Nederland. Er gingen eerder nog andere namen rond als Laura Tesoro, Tom Waas, Karen Damon en Xavé Taverne. Maar dat lijkt nu met Miguel Wiels verleden tijd. Verder werd ook mijn DM op Instagram volgespamd met theorieën over de bekende Vlaming. De belangrijkste theorie, en die vind ik zelf ook best wel sterk, daar kwam ik gisteren achter, is die van Remco. Hij duidt op het 25e seizoen van Wie is de Mol, wat een soort jubileum is eigenlijk. En dat de makers dan in aankomend seizoen ervoor kiezen om 5 bekende Nederlanders en 5 bekende Vlamingen te kiezen als kandidaat. Waarom is dan de vraag? Volgens Remco kan het zijn dat de Nederlandse makers de Belgische makers wat meer willen bedanken of om een keer iets totaal anders te doen in een seizoen. Ik ben vooral best wel benieuwd wat het idee gaat zijn achter de bekende Belg. Laat ook vooral weten of jij het een leuk idee vindt dat er überhaupt een bekende Vlaming meedoet aan Wie is de Mol 2024. Max van den Broek van de Telegraaf had laatst een interview met Marlijn Weerdenburg en Rick van de Westerlaken. Hier vroeg Max naar het potentiële land Mexico, waar Rick een beetje twijfelachtig op reageerde. Hoe was het in Mexico? Nee, ik kan er niks over zeggen, sorry. Het was er in Australië? Ja. Zo weet hij dat niet. Is het nog niet Nee, bekend? Max, ik kan er niks over zeggen. Ik dacht, ik ga Max gewoon even appen om er even wat meer over te weten. Max zegt dat het interviewgedeelte die hij heeft gedeeld meer als vibe te zien is tussen hem en Rick. En volgens Max wist Rick al dat Max een dolletje zou doen en proberen te vissen naar het opnameland van seizoen 2024. Het zal niet al te lang meer duren, of het is bekend, dus hou de socials in de gaten. Hoe waren de opnames? Daar ga ik je later meer over vertellen. Ik krijg er niks uit, hè? Hey Max, sorry.
Ook goed om er nog even bij te zeggen, Rick geeft aan dat we binnenkort informatie gaan krijgen over het nieuwe seizoen. En dat we dus de socials goed in de gaten moeten houden. Voor de oplettende kijkers is de website van Wie is de Mol ook al veranderd. De kandidaten zijn weggehaald en zo. En als er iets bekend wordt, probeer ik zo snel mogelijk jullie op de hoogte te houden via Instagram en dit YouTube kanaal. Dan komen we nu op het punt in deze video waar de titel mee heeft te maken en waar je Breaking Mol nieuws gaat horen. Dus als je verder geen spoilers wilt horen, zorg er dan voor dat je wegklikt binnen de 5 seconden. Mocht je wel de spoilers willen horen, abonneer dan vooral terwijl je wacht. Sam Mol van het WieIsDeMol.com forum heeft weer iets gedeeld over aankomend seizoen. En dit keer is dat een foto van achter de schermen tijdens de opnames van een opdracht. Hij heeft de personen die een instrument bespelen in deze foto geblurred, omdat hij niet 100% zeker wist of dat eventuele kandidaten zijn. En dan kan het een soort spoiler zijn van hoe lang zij in het spel gaan zijn. En dat wil hij natuurlijk niet, wat ook best wel logisch is. We zien op de foto in ieder geval Rick van der Westerlaken, die voor een cameraman een praatje aan het houden is. En de foto is genomen van vanaf voor de camera. Dus ja, vanaf voor de camera. Dus ik vind dit wel heel bizar hoe daar een foto is kunnen maken terwijl net daarvoor. Heeft Sam Mol een kandidaat als bron? Zou wel kunnen trouwens, maar spannend is dat. Door deze foto te zien komen gelijk allemaal theorieën in mijn hoofd. Als we kijken naar de kleding van de mensen bijvoorbeeld, verschilt dat heel erg. De een heeft lange mouwen, de ander korte mouwen, de ene lange broek en de ander weer een korte broek, zoals de cameraman. Ik denk dat de personen met een lange broek hebben nagedacht dat de situatie waar ze op camera komen netjes moet zijn. Dus nette kleding, gewoon lange broek, misschien lange mouwen of korte mouwen. Maar terwijl de cameraman natuurlijk weer een korte broek draagt. Dus dan denk ik dus weer dat het vrij dicht bij het land Mexico aankomt. Er waren ook al theorieën over een soort orkest, een symfonie in Mexico. En daar lijkt het heel erg op. Dit komt allemaal van het WieIsDeMol.com forum. Dus je ziet hier in beeld wel even de foto's daarvan waar het om gaat. Nou, mocht dit dus in Mexico zijn opgenomen, dat betekent dat deze potentiële opdracht opgenomen is voor het moment dat de overgebleven kandidaten en crew naar Japan zijn gevlogen. Dat had ik besproken in mijn vorige video. Dat we 2 opnamelanden hebben, Mexico en Japan. Verder lijkt het hier om een opdracht te gaan met muziek. Dus ik ben ook heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Dan even snel tussendoor informatie over het molboekje die binnenkort uitkomt. Op mol.com is te lezen dat het molboekje beschikbaar komt op 23 november. Mijn bron van vorig jaar, die promotiemateriaal van vorig seizoen eerder had uitgebracht dan de bedoeling was, heeft het promotiemateriaal op dit punt nog niet binnen. Dus ik hoop dat als hij het binnen heeft, dat hij het gelijk doorstuurt, zodat ik het kan delen, wel met een spoiler dit keer. Dan tot slot even een samenvatting van alles wat we tot dusver weten over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. We weten waarschijnlijk dus tot dusver 6 kandidaten, namelijk Jeroen Spitsenberger, Jip van den Toorn, Rosario Mussendijk, Anna Gimbrere, Tooske Ragels en Justin Mooier. Nog even snel over Anna Gimbrere. Vorig seizoen was zij ook verwachte kandidaat, toen had ze mijn post gezien. Dit jaar heb ik gevraagd, goh, doet u mee, want u bent weer een verwachte kandidaat. Heeft ze ook gelezen, heeft ze alleen helemaal niks op gereageerd. Dus dat betekent wel dat ze wel ook gewoon haar DM's bekijkt, van onder andere een molloot. Zou dus kunnen, goh, ik ben wel benieuwd wat ze allemaal aan het speculeren zijn over mijn deelname. Dat zou ook heel makkelijk kunnen. Verder weten we waarschijnlijk dus 1 Belgische kandidaat, namelijk Miguel Wiels. Er zijn 2 opnamelanden dit seizoen, Mexico, en op de helft van het seizoen zullen ze afreizen naar Japan. Er komt heel misschien een jubileumseizoen waar onbekende Nederlanders aan mee kunnen doen voor het 25e seizoen van Wie is de Mol. Het molboekje is dus beschikbaar op 23 november en tot slot is het misschien het laatste seizoen voor regisseur Rick en presentator Rick. Dan was het voor nu weer deze video. Tot de volgende keer, abonneer zeker voor meer. En laters.